Andere informatie die u ook van ons moet krijgen is van World Cleanup Day, want daar ga ik met mijn studiogast erover praten. Sabrina Hasselbaink is bij ons in de studio. Ze zegt dat zo mooi, Hasselbaink, echt die Hasselbaink. Goedemiddag Sabrina. Goedemiddag. Welkom in Vlekkens hiervoor. Want je stelt er nog prijs dat men je gewoon noemt zoals je heet, Hasselbaink. Klopt. Echt die Hasselbaink. Ja. Okay. Hasselbaink. Oké, okay, goed. Hebben we gedaan, Sabrina. Welkom nogmaals. Ja. World Cleanup Day. Suri gaat dat doen. Wat staat er te gebeuren? Ja, World Cleanup Day is dus de dag dat we dus... het zegt het al. Het is World Cleanup Day. Het is, wordt wereldwijd gehouden. Dat er in meerdere landen, van 180 landen, wordt er dus op verschillende plekken schoongemaakt. Ja. En dat gaan we dus ook in Suriname doen. We hebben verschillende organisaties benaderd. Voornamelijk eigenlijk de districtscommissarissen hebben we benaderd. Om, dat zij dus via de RR en de DR dus hun, dat zij dus de mensen mobiliseren om schoon te gaan maken. Want het is niet zo goed gesteld als we kijken naar de vervuiling in Suriname. En wat willen jullie allemaal schoonmaken? We hebben dus verschillende locaties waar we dus voornamelijk zwerfafval gaan opruimen. Dat is onze focus, niet dat we gaan wieden of dergelijke. We gaan voornamelijk zwerfafval opruimen. En hoe willen jullie dat gaan doen? We hebben groepen. We gaan in groepen gewoon gezamenlijk gaan wij dus rapen, harken en rapen. Dat is dus dat zal dus onze werkwijze zijn. Okay. Dus we zien jullie binnenkort met, ik neem aan, met grijper en met hark en dat soort dingen. En met zakken en met een heleboel. En jullie gaan zwerfvuil. En leg eens uit, wat verstaan jullie onder zwerfvuil? Ja, zwerfafval is wat we dus op straat zien. Plastic flessen, glazen flessen, dus echt gewoon rommel. Dus die men gewoon weggooit. Zwerfafval is eigenlijk afval dat eigenlijk behoort te gaan naar een vuilnisbak. In een vuilnisbak gaat dus zwerven. Het ligt gewoon eigenlijk op straat. Rommel die mensen gewoon op straat hebben gegooid. Klopt. Ja, klopt. Okay, cool. Want het is twee delen. World Cleanup Day is eigenlijk ook een campaign om mensen bewust te maken, om bewuster om te gaan met hun afval. Yeah. Want Suri staat ook achter verbod van vervuiling en ook recyclen, dus afvalscheiding. Yeah. En dat willen we de mensen ook een beetje gaan wijzen. Want in Suriname is het al mogelijk dat men recycelt. Yeah. Nu zelfs glas. En Suri heeft een aantal locaties waar dus die grote bakken, ik weet zeker dat u ze gezien zal hebben. Ik zag eentje, een hele grote bak. Ja, en ik dacht, de mensen van Suri die doen dat goed. Ja, wij dat heb ik gisteren nog gezien. Ja, wij zijn dus degene die de bakken overal plaatsen. En men kan daar dus plastic flessen, plastic zakken, die aluminium blikken, die bierblikken. Yeah. Glazen flessen kan men nu ook gewoon recyclen. Dus men moet eigenlijk, wanneer men eigenlijk vuil heeft thuis, men is gewoon alles in de ton te gooien. Maar wij willen dus eigenlijk er naartoe gaan om de mensen dus bewust te maken dat ze hun afval moeten scheiden. Plastic flessen, glazen, alles apart, dat gaat naar de recycleton. En plantaardig afval, dat hoeft niet in de ton. Dat kunnen mensen gewoon op de composthoop gooien. Dus daar willen we mensen dus eigenlijk bewust maken. En komt dat op gang dat mensen niet alles zo in de vuilniswagen, met de vuilniswagen meesturen? De bewustwording moet komen. Mm-hmm. Het is nog niet waar het moet zijn. Maar komt die op gang? Het komt wel op gang, want we merken dat de bakken steeds voller worden. Mm-hmm. Dus daar is al een vooruitgang. Want vroeger was het niet zo. Yeah. We moesten eigenlijk mensen bedelen dat ze flessen moesten deponeren. Maar nu zien we wel dat mensen toch wel bewuster worden. Er zijn vollere bakken. En men gaat echt er naartoe. En er zijn ook wat bedrijven die zich ook in hun beleid hebben ze dat ook. Dat ze dus de mensen ook stimuleren om te gaan recyclen. Ja. En dat is dus eigenlijk wat we willen doen, ook World Cleanup Day. Dus dat we de mensen ook zo moeten gaan, een beetje gaan wijzen van dat ze ook kunnen dat we dus kunnen vervuilen. Mm-hmm. Maar er moet ook opgeruimd worden. Ja. Dus dat willen wij dus doen. Daar hebben jullie voornamelijk de districtscommissarissen gevraagd om een bijdrage aan te leveren. Maar hoe moet dat uiteindelijk gaan werken? Moet die districtscommissaris mensen aanwijzen? Hoe komen jullie aan de raad?
hartslangen ze zo hebben. Ja, we hebben dus de DC's geschreven. Bijna alle DC's van bepaalde districten niet, omdat dat best uitgestrekt is. Dus Sipaluwini en Brokopondo. Ja, maar we hebben ze dus wel via op de hoogte gesteld van dat het er is. Wat wij hun hebben gevraagd is om hun DR en RR-lieden te mobiliseren. Want zij zijn in het veld. Zij zien de plekken die vervuild zijn. En zij kunnen dus ook de mensen gaan mobiliseren om mee te doen. Zij hebben ons, ik zal dus een paar raden noemen van resorten. Bijvoorbeeld Paramaribo hebben we dus Münder. Heeft dus echt gereageerd om dat ze gaan meedoen. Zij zelf hoor, de RR-leden gaan meedoen. Ik heb resort in ieder geval buurt Abrabroki, daar willen we dus ook weer gaan. Beekhuizen, denk ik. Ja, Beekhuizen, dank u wel voor de aanvulling. Beekhuizen hebben we dus ook bereid gevonden om mee te doen. Weg naar Zee gaat ook meedoen. Ja, dat valt volgens mij onder Münder, maar dat moet ik even weer nagaan. Maar dus zij gaan meedoen, Komme Wijnen bijvoorbeeld. Daar hebben we echt zeker 3 resorten die gaan meedoen. Nieuw Amsterdam, Meerzorg en Tamaregio, Alkmaar. Dus zo hebben we dus de mensen echt gewoon opgeroepen. En ze hebben ook geluisterd. Dus hierbij wil ik dus ook de overige RR-lieden ook vragen van om ons te contacten. Ja, en als er zeg maar RR-leden, DR-leden die willen meedoen, als er ook andere groepen zijn of gewoon individuen die zeggen ik wil een bijdrage, hoe gaat dat? Zij kunnen zich gewoon aanmelden via de Facebookpagina van ons. Support Recycling Suriname, dat is onze Facebookpagina. De mensen kunnen daar gewoon een berichtje sturen of op ons algemeen appnummer kunnen ze appen. Mm-hmm. Dat is dus 8958517, daar kunnen ze appen en aanmelden. Straks gaan we even ze herhalen, Sabrina, anders bellen ze maar straks. Wat is het nummer? Dus ja, dat ga ik zeker weer herhalen. Yes. Het is dus 18 september, volgende week zaterdag is het. En het heeft eigenlijk 2 kanten. Of de mensen kunnen met ons meedoen, met ons op onze locaties. Maar ze kunnen ook het initiatief nemen om dat zelf te doen. Want kijk, opruimen begint eigenlijk bij ons al. Ons eigen erf, ons voorerf en onze omgeving, laat me het zo zeggen. Dus als men niet kan meedoen bij de World Cleanup, die dus nogmaals op onze locaties, kan men gewoon zelf het initiatief nemen. Of in buurtorganisaties. Geen materiaal hebben, zouden wij, als ze zich aanmelden, zouden wij hun ook kunnen voorzien van harken, handschoenen. En we hebben ook leuke petten, dus dat kregen ze ook. Okay. Dus ze moeten zich gewoon aanmelden en meedoen. Ze moeten zich aanmelden om mee te doen. Het is volgende week zaterdag 18 september. Jawel, hoe laat beginnen jullie? Ja, van 8 tot 12 gaan we schoonmaken. Hmm. Ja. Als we eerder klaar zijn, is het natuurlijk eerder. Maar mocht het zijn dat we niet klaar zijn, stoppen we toch om 12 uur. Omdat de zon nu heel erg fel is. 8 tot 12 uur, zaterdag 18 september, gaan jullie schoonmaken. Iedereen mag meedoen. Maar als ik zeg, ik wil mijn erf schoonmaken. Maar wat doe ik met die troep die ik eruit haal? Is er een mogelijkheid dat jullie zeggen, ik kom hem ophalen? Is dat, maak je niet druk, haal dat ding op, man. Kijk, voor de mensen die thuis schoonmaken, zou ik zeggen dat ze hun afval gewoon moeten zetten voor de vuilophaal zelf. Maar wij hebben dus wel een samenwerking met Openbaar Groen. De locaties waar wij gaan schoonmaken, daar wordt alles wel opgehaald. Okay. Dus dat is wel gelukkig die goede samenwerking die wij hebben, dat het wordt opgehaald. Want het zou wel erg zijn als we het zo laten daar. Dus gelukkig hebben we dat kunnen regelen, dat het wel wordt opgehaald. Nogmaals, zaterdag 18 september van 8 tot 12 uur op verschillende locaties. World Cleanup Day door Stichting Surisuur. Ga dat doen en mensen kunnen zich nog aanmelden als je wil meedoen. Als een buurtvereniging of een resortraad of whatever it is. Je mag altijd, of individuen die mogen zich aanmelden. Hoe meld je je weer aan? Want de mensen kunt alvast je pen en papier erbij halen om het op te schrijven. Mm-hmm. Ja, men kan zich aanmelden via onze Facebookpagina. Dat is Support Recycling Suriname, onze Facebookpagina, of op ons algemeen appnummer kunnen ze appen, niet bellen, appen, of bellen zou eventueel ook kunnen hoor, 8958517. Oké.
0800-8958-517. Daar kunnen de mensen appen naar appen. Ja, liefst appen. Liefst appen, want dat gaat veel makkelijker om dat te doen. Sabrina Hasselbaink hebben we vandaag gesproken. Ze is bestuurslid van Suriesuur. Dankjewel voor je komst in de studio. En succes met het werk. Zaterdag 18 september. En u kunt, ik herhaal het nog eens een keertje, want de mensen gaan me straks weer bellen. 8958-517. Dan weet u dat ook alweer.